heel hartelijk welkom hier op de perspreview van de tentoonstelling Juwelen, schitterend aan het Russische Hof. Nou, de titel en ook de hele campagnebeeld laten het al zien. Het is feest in de Hermitage Amsterdam. En feest omdat we 10 jaar oud zijn, inmiddels al 5 miljoen bezoekers hier over de vloer hebben gehad. En we ook meer dan 100.000 Amsterdamse schoolkinderen gratis kunstonderwijs hebben kunnen geven. Want Juwelen, nou, is een tentoonstelling met ook een heel erg lekker en fijn verhaal. Want, en het wordt verteld door de meest exquise, de meest bijzondere accessoires. Die allemaal echt gedragen zijn, of door de Romanov of door de Russische High Society. En Juwelen vertellen eigenlijk helemaal samen eigenlijk met de hele rijk gedecoreerde ook japonnen zijn er, schilderijen zijn er, toegepaste kunst is er. En ze vertellen allemaal heel persoonlijke verhalen. Dat soort verhalen zitten erin, maar dankzij die prachtige collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg kunnen we een heel groot, 2 eeuwen lang verhaal eigenlijk vertellen van rococo, vampieren, romantiek tot Art Nouveau. En we zijn trots dat eigenlijk in deze samenstelling een hele unieke tentoonstelling hebben kunnen maken die eigenlijk nog nooit in Nederland zo vertoond is. Want wat ik net al zei, het zijn namelijk juwelen, japonnen, want ja, de juwelen draag je meestal op een kledingstuk. Het zijn kostuums, toegepaste kunst en heel veel mooie schilderijen. Het is eigenlijk ook een overdaad die wij in Nederland helemaal niet kennen. En vandaar dat ik ook speciaal voor deze gelegenheid dit enorme juweel heb opgespeld. Ik dacht, hoe kan het dan even? Wij houden dus van samenwerken. En dat is ook weer een mooie extra bij deze tentoonstelling, is dat wij samenwerken met het Koninklijke Concertgebouworkest. Zij hebben ons voor ons 10-jarig jubileum een cadeau gedaan, namelijk pop-up concerten met kleine ensembles van het orkest voor onze bezoekers gedurende de tentoonstelling. Dus hou de website en social media in de gaten, dan weet u wanneer ze oppoppen in ons gebouw. Maar ze zullen dan ook live op zaal spelen, want er staat een prachtig klaversymbool. En daar zal ook live op worden gespeeld. Dus dan komt het Russisch bal natuurlijk echt helemaal tot leven. Dames en heren, over de schitterende juwelen aan het Russische Hof werd in heel Europa gesproken. En ik citeer: de pronkzucht van de uniformen, weelde van de kleding, rijkdom van de livreien, luxe van de versieringen, al die pracht en praal leverde zo'n luisterrijk schouwspel op dat geen enkel hof op aarde zich ermee kon meten. De verblindende schittering van al die edelstenen op de schouders van de dames, het zal lang op mijn netvlies blijven. Een fantastische storm aan diamanten, parels, robijnen, saffieren, smaragden, topaas, een stroom van licht en vuur. Aldus een beschrijving van een Franse gezant in Sint-Petersburg uit de tijd dat de Russische feestcultuur aan het hof werd omschreven als een bacchanaal van overdaad. En dan hebben we het over de periode aan het begin van de 20e eeuw, alsof we het naderende einde, namelijk de Eerste Wereldoorlog, voorvoelden en nog even alles uit de kast wilden trekken. Of wat dachten van deze anekdote? De grote liefhebber van de kostbare sieraden, vorst Alexander Korakin, was tijdens een brand in Parijs bijna gestorven door al de overvloed aan goudstiksel op zijn uniform. Het vele goudraad was zo gloeiend heet geworden dat zijn herders hem niet konden aanraken. Talloze anekdotes zijn er, en die vertellen wij ook in de tentoonstelling. En die maken keer op keer gewag van de rijke, schitterende feesten, recepties en ontvangsten aan het Hof van de Romanovs of ook in de stadspaleizen van de Petersburgse elite. De keizerlijke collectie, nu in de schatkamers van de Hermitage, voorheen de galerij der kostbaarheden, vindt zijn oorsprong tijdens de regering van Tsarina Anna, rond de midden van de 18e eeuw. Anna was een nichtje van Peter de Grote en maakte korte metten met de relatieve eenvoud en conservatieve kleding en accessoires van wel eer. Volgens de legende was eerder het mooiste cadeau voor een vlijtige, mooie jonge vrouw een kistje gevuld met edelstenen en een grote kist met bontjassen en japonnen. Monturen, vorm en snit deden er niet toe. Het was niet belangrijk. Wat telde waren de schittering en het formaat van de stenen en de rijkdom van de stoffen en de bont. Hoe anders zou dat de komende 200 jaar aan het modieuze Russische Hof zijn? Haar juwelenverzameling vormt de start van een geweldige collectie van het paleis. Van haar is hier een gouden toiletgarnituur dat na haar dood
nog vele aanstaande tsarina's gebruikte als zij zich klaarmaakte voor hun huwelijk, voor hun bruiloft. Haar opvolgers, Tsarina Elisabeth, en dat is de dochter van Peter de Grote, en Catharina de Grote deden niet voor haar onder. De duurste, meest modieuze japonnen en uitzinnige juwelen van de beste mode- en ontwerphuizen vonden hun weg naar het Winterpaleis. Uit hun bezit zijn topstukken te zien als een prachtige juwelenboeketje van een hofjuwelier Poggier, aangekocht door Elisabeth zelf. Gemaakt van 400 briljanten, meer dan 450 in roos geslepen diamanten, blauwe en gele saffieren, robijnen en smaragden. Het boeketje, niet bedoeld om in een vaasje neer te zetten zoals u misschien denkt, wordt gewoon gedragen als een horloge, het is best zwaar, of ook op een ceintuur gespeld. Catharina de Grote, zekerde van zichzelf en haar voorgangster, die graag het monopolie had op de nieuwste snufjes, gaf de dames carte blanche als ze naar het bal mochten. U kunt zich voorstellen wat dat betekent. Zelf bestelden ze de kostbaarste juwelen en liet couturiers vaak samen met juwelenontwerpers een ensemble maken, een jurk met bijpassende sieraden. Van Catharina hebben we natuurlijk ook een aantal hoogtepunten. De blikvanger meteen bij entree van de tentoonstelling is een prachtig juwelenkistje, 3 kilo zwaar. En versierd met zilver, goud, robijnen, smaragden, agaten, nou ik kan maar weer doorgaan. Een prachtige kapspiegel is er ook voor mij, speciaal gerestaureerd door met een bijdrage van de vrienden van de Hermitage Amsterdam. En er zijn nog 2 beroemde tsarina's die ik graag voor het verplicht wil nemen. Anna Pavlovna, of bij ons beter bekend als Anna Paulowna. Door haar huwelijk in 1816 met de toekomstige koning Willem II verhuisde ze naar Nederland. In haar stoet van Sint-Petersburg naar Nederland werden karren vrachten vol met juwelen meegesleept. Haar sieradencollectie was in haar tijd al legendarisch. En dan Maria Fjodorovna, de echtgenote van Alexander III en de moeder van tsaar Nicolaas II die in 1918 omkwam. Een ware fashionista. Schitterende japonnen, juwelen en portretten zijn er van haar. In het tentoonstelling wel iets heel bijzonders. Een prachtig diadeem gemaakt door een van de goudsmeden uit het atelier van Fabergé. Van voren zilver, van achter goud, behangen met waterval van diamanten. Ik kan zo maar doorgaan met alle lyrische beschrijvingen. Maria Fjodorovna ontvluchtte in 1917 Rusland via de Krim naar Denemarken, haar thuisland, en was in staat om een deel van haar juwelen mee te nemen. Dus sommige van die juwelen uit de tijd zijn gelukkig bewaard gebleven. Nou, de emoties komen heel dichtbij in deze tentoonstelling. Dat kunt u zich wel voorstellen. De opzet is als volgt. U wandelt zometeen de grote smaragdgroene zaal binnen met briljante opstellingen van japonnen, kostuums, accessoires en schilderijen. Fashion in jewels en jewels in fashion. Dat is wat u ziet. Naast over een geweldige sieraden gemaakt van alle edelmetalen en edelstenen die er op aarde bestaan, ook juweeltjes van kledingstukken. En ook even een uitstapje in een zijkamertje dat de schatkamer blijkt te zijn. Precies zoals de gebruikelijk aan een bal aan het Russische Hof. Op de bovenverdieping een reeks kabinetten die de bezoeker de wereld inleidt van mannen en vrouwen en kinderen aan het Hof en High Society van Sint-Petersburg. Want denkt u maar niet dat mannen en kinderen geen prachtige sieraden of accessoires hadden. Van sabels en centuren tot horloges en snuifdozen. Of dat mannen en vrouwen niet ondeugend waren in die tijd. Te zien in ons erotisch kabinetje bijvoorbeeld. Talloze snuifdozen met dubbele deksels met daaronder liefdesverklaringen of erotische details zo te zien. Waaier en sproetentaal waar we op ingaan. De sieraden samengesteld met bijzondere edelstenen zoals amethyst, malachiet, opaal en romein die samen het woord amor vormen en zo dus een speciale betekenis had voor de drager. De emoties komen helemaal dichtbij in het mannen- en het vrouwenboudoir en de kabinetten over rouwen en trouwen. En dan komt u op het balkon en ontmoet u 3 grootheden van nu. Bibi van der Velde, Edwin Oudshoorn en Jan Tamminio. De collectie van de Hermitage is sinds jaar en dag een inspiratiebron voor designers. En ook voor deze 3. Zij lieten zich inspireren. Bibi door een beeldje van Neptunus rond 1600. Edwin door een spectaculaire broche. Eind 19e eeuw, een prachtige orchidee. En Jan viel op een prachtige parure. Dat is een set van mooie juwelen. Van goudfiligrijn van Cameen uit 1795. Ik hoop, nee, ik ben ervan overtuigd, dat over de juwelententoonstelling in de Hermitage Amsterdam in heel Nederland en daarbuiten vanaf vandaag wordt gesproken. Een juwelententoonstelling zonder weergave voor het eerst op deze schaal met deze schittering in Nederland te zien.